My name is Maartje de Wit and I'll be your host for this series where we will put the online and hybrid masters of Tilburg Law School in the spotlight. Nou, goedemiddag, welkom Geert en Stephanie. Superleuk dat we samen zo in gesprek kunnen gaan over de hybride en online masters van Tilburg Law School. Misschien is het idee als we van tevoren, als jullie misschien kort kunnen voorstellen, zodat de luisteraar ook een beetje weet met wie we dit gesprek gaan voeren. En misschien wel leuk om ook te vertellen hoe het voor jullie is, de rol als decaan en vice-decaan van Tilburg Law School. Prima. Mijn naam is Geert Vervaken. Ik ben de decaan van Tilburg Law School. En mijn voornaamste taak vind ik om te zorgen dat studenten en onze staf, de docenten, onderzoekers en lesgevers, zich zo goed mogelijk voelen in onze law school, zodanig dat ze zich hier thuis voelen tot de prestaties kunnen komen die zij zelf ook belangrijk vinden in hun leven. Oké, heel mooi. En Stephanie, zou jij misschien kort kunnen vertellen? Zeker. Mijn naam is Stephanie van Gulijk. Ik ben hoogleraar privaatrecht hier aan de Tilburg Law School. Heb ook veel onderwijs gegeven, ben ook opleidingsdirecteur geweest. En nu vice-decaan onderwijs, doe ik nu bijna 3 jaar. En in die periode heb ik me heel erg bezig gehouden, onder andere met het innoveren van onderwijs en onder andere dus de hybride masters. Nou, dat is wel heel interessant, want daar gaan we natuurlijk ook wel over hebben vandaag. Maar misschien voordat we meer in diepte gaan op de hybride online masters en innovatie en dergelijke, zou een van jullie misschien kort kunnen omschrijven voor iemand die Tilburg Law School niet kent, wat maakt de rechtenfaculteit van Tilburg Law School? Of hoe zou je dat omschrijven? Ik zou het omschrijven als je wil een architect van de samenleving worden, waar je via wetgeving en regulering de samenleving beter kunt maken en wil maken, dan ben je bij ons absoluut op uw plaats. Omdat wij recht niet zien als iets dat statisch is en er altijd op dezelfde manier moet gebeuren, maar recht als een dynamische studie, die zowel op wetenschappelijk vlak als op de praktijk gericht probeert de problemen van vandaag aan te pakken. En dus juristen zijn vaak mensen die echt de maatschappij vormgeven, sturing geven. En als je daar een stuk verantwoordelijkheid voelt in deze tijden, dan ben je bij ons echt op je plek, omdat wij het recht zien als een goede manier om onze samenleving beter te maken. Ja, en hoe komt dat dan eigenlijk naar voren in de opleiding? Want het is natuurlijk inderdaad heel mooi om de studenten echt voor te bereiden, ook om een bijdrage aan de maatschappij te kunnen leveren. Maar hoe kan de student dit leren binnen een opleiding bij Tilburg Law School? We hebben heel veel verschillende soorten opleidingen. We hebben 11 opleidingen. Er zitten grootschalige en kleinschalige bij. En wat ik heb gemerkt de afgelopen jaren is dat wij ook heel flexibel zijn als faculteit om die opleidingen steeds weer aan te passen naar wat de behoefte is. Wat de behoefte is van professionele partijen, de arbeidsmarkt, wat wil die van studenten. Bijvoorbeeld nu ook AI, wat natuurlijk heel erg belangrijk is. Maar ook de behoefte van onze studenten. De instroom van onze studenten is ook divers. We hebben VWO'ers, we hebben HBO'ers, maar ook HBOP-studenten. En we zijn met onze opleidingen flexibel en wendbaar om steeds weer ons aan te passen. En dat komt ook door een hele grote groep enthousiaste medewerkers die we hier mogen huizen. Ja. En ik wil daar nog aan toevoegen, we hebben ook een sterke internationale oriëntatie, omdat we vinden dat ook onze Nederlandstalige studenten een goede blik op de wereld moeten hebben de dag van vandaag. En we brengen ook perspectieven van andere disciplines, niet alleen het recht, maar andere disciplines brengen we ook bijna in al onze opleidingen. Onze staf is ook heel erg divers qua achtergrond, waardoor we studenten op heel veel verschillende vlakken kunnen prikkelen om zich vragen te stellen
en te proberen te zoeken samen naar antwoorden. Ja. Ja, dus echt dat kritische denken wordt ook bij de studenten... Ja, en vanuit verschillende brillen. Hè. Dus we hebben sociologen, we hebben ethici, we hebben criminologen. We hebben dus een diverse staf qua achtergrond, waardoor we eigenlijk het recht niet alleen van binnen goed kunnen bestuderen, maar ook vragen over het recht kunnen stellen. Waardoor het recht op zichzelf ook ontwikkelt en de praktijk ook een stuk zijn waarde kan verhogen ook in de omgeving. Ja. Ja. En ligt daar dan, zou je ook zeggen, misschien de kracht in van het innovatieve karakter van TLS, ook de staf eigenlijk die zo flexibel meebeweegt en die zo multidisciplinair is? Of? Ook denk ik wel echt goed luisteren naar de maatschappij, naar wat studenten willen, je daarin verdiepen, ook in het middelbare onderwijs je verdiepen. Op welke manier krijgen die leerlingen daar les en hoe kunnen wij dat bijblijven? Ja. We doen meer dan hybride masters, we hebben ook onze bachelor rechtsgeleerdheid helemaal geblend met verschillende vormen onderwijs, op verschillende manieren het onderwijs aan de studenten brengen. Dat helpt heel goed. Maar je moet ook wel een beetje lef hebben. Je moet durven pionieren. Je moet soms eens een keer een pilot durven aan te gaan. En nou, de ene keer leer je daar heel veel van en ga je dingen verbeteren en wordt dat een succes. Maar je hebt ook wel eens een pilot waarvan je denkt, nou, die zetten we bijvoorbeeld niet door. Ja. En dat is niet erg, dat is prima. Zo worden we allemaal beter en scherper. Ja. En dat is ook de bedoeling van het feit dat we nu bijvoorbeeld met 3 masters in dat online hybride hebben geïnvesteerd. Dus niet alle opleidingen meteen, maar er een aantal uitgekozen om van daaruit verder te leren. Ja, inderdaad. En hebben jullie misschien, voordat we wat dieper ingaan op de online masters, nog een voorbeeld? Je benoemde net al van, nou ja, we kijken ook echt hoe we ook bijvoorbeeld Nederlandse bachelor innovatiever kunnen insteken om het interessant te maken voor studenten. Zou je misschien heel kort een inzage kunnen geven over hoe dat er dan uitziet? Nou, we hebben de bachelor rechtsgeleerdheid, dat is onze grootste opleiding. Die hebben we helemaal geblend en dat hebben we echt structureel aangepakt. Die opleiding telt 3 jaren, dus 6 semesters. Semester voor semester hebben we dat gedaan. Waarbij we alle vakken opnieuw door een blended learning methode zijn gaan bekijken. Waarbij we bijvoorbeeld met gamification hebben gewerkt in een aantal vakken. Waarbij we hele mooie interactieve platforms hebben gemaakt, zodat studenten moeilijke materie, bijvoorbeeld uit het strafrecht, zich op een andere wijze eigen kunnen maken dan alleen klassikaal. Ja. Dus dat studenten op een andere manier ook de stof tot zich kunnen nemen. Ja. We zijn eigenlijk constant aan het zoeken. Een van onze collega's stelt de vraag zijn de studenten van vandaag lui? En zijn antwoord is absoluut niet. Ze zijn verveeld. En dus wij moeten die verveling kunnen doorbreken door ze zin te geven, door ze te prikkelen om soms moeilijke materie ook daar tijd voor te nemen om dat ook te studeren. En we zoeken eigenlijk constant naar verschillende manieren om die leerstof, zo je wil, hè, belangrijk is wat je als jurist meeneemt als je hier vertrekt, om dat op een manier te brengen dat we de studenten prikkelen en niet ze in de verveling te laten verdwijnen, zeg maar. Ja, activeren. Je wilt ze niet passief hebben in je collegezaal, je wilt ze actief hebben. En daar biedt blended learning onder andere een methode voor. Ja. Ja. Ja, echt heel mooi dat jullie dat zo doen, omdat het natuurlijk wel ook echt de student kan motiveren, ook juist niet alleen tijdens de studententijd om goed te leren, maar ook daarna heeft het veel voordelen. Super interessant. Maar ja, we zijn natuurlijk ook hier om de hybride en online masters te gaan bespreken. Er zijn er 3 die we gedurende de podcastserie gaan behandelen. Law and Technology, International Business Law en International Business Taxation. Maar misschien wel leuk om heel even terug te kijken naar hoe dit is ontstaan. Ik kan me zo voorstellen uit een noodzaak misschien gedurende corona, maar ik weet niet of een van jullie daar misschien wat... Ja, het is natuurlijk wel zo dat we tijdens de COVID-periode heel erg gewend zijn geraakt aan online onderwijs geven en nemen voor studenten.
Maar denk ik wat belangrijker is, is toch echt wel de visie van de Law School om mee te blijven, om je opleidingen steeds verder te gaan ontwikkelen. En het bestuur van de Law School heeft een onderwijs-innovatieteam ingesteld, aangenomen met allerlei experts die andere expertise hebben dan bestuurskundige expertise of juridische expertise. Daar zitten onderwijspsychologen in, daar zitten instructional designers in, daar zitten voor een heel groot deel ook echt de makers en de doeners, zeg maar, in, hè, die echt games kunnen creëren voor onderwijs. En per definitie doen juristen dat meestal niet. Nee. En we hebben echt samen met hen gekeken van ja, op welke manier kun je dat onderwijs nou komende uit die COVID-periode blijvend innoveren en ook voor een deel dus online aanbieden. Ja, en wat voor ons een belangrijke overweging is, is de toegankelijkheid van ons onderwijs. We doen het goed als Law School in het algemeen, zowel op onderzoek als op onderwijs. En we willen eigenlijk dat zoveel mogelijk mensen die interesse hebben om in Tilburg rechten te studeren, die kans hebben. En dat hybride onderwijs is zeker ook een mogelijkheid voor mensen die al wat ouder zijn eventueel en een studie en werk willen combineren. Ook voor mensen die minder middelen hebben en die misschien wel heel graag de verplaatsing naar een ander land zouden doen, maar omwille van moeilijke thuisomstandigheden dat niet kunnen, krijgen hier eigenlijk ook de kans om om van ons onderwijs te kunnen genieten. En dat past ook heel goed in de strategie van Tilburg Law School, waarin we steeds proberen ook aandacht te hebben voor kwetsbaren in de samenleving. Ook binnen onze rechtenopleidingen vinden we dat heel belangrijk, dat we inclusief zijn, dat we het internationale perspectief niet alleen doseren, maar dat we het ook leven samen, dat we ook samen studeren, omdat dat heel voedend is voor de rest van uw leven eigenlijk. Heel mooi. En hebben jullie ook in de afgelopen jaren van die pilot gemerkt hoe dat zich heeft ontwikkeld? Dat er dus ook studenten zijn die misschien vanuit het buitenland bekijken of misschien wel in Nederland, maar die niet naar Tilburg toe kunnen komen elke dag? We zien bij die drie opleidingen die we daarvoor hebben geselecteerd, hè, voor die pilot, die hebben al van zichzelf een groot deel internationale studenten. En de International Classroom is ook een belangrijk onderwijsconcept, wat we ook juist in die masters graag hoog houden. Want ja, het is natuurlijk heel ingewikkeld om International Business Taxation te doseren vanuit alleen een Nederlands perspectief. Mm. En daar heb je dus docenten voor nodig die een ander perspectief hebben, maar ook studenten. Ja. En die mix wil je behouden. En dat tezamen met wat jij net zegt, met die inclusiviteit en toegankelijkheid van het onderwijs, zie je dat we ook in alle drie die opleidingen een hele mooie mix hebben van nationale en internationale studenten. Ja. Die dus een community opbouwen en een netwerk met elkaar. En dat is ontzettend mooi om te zien. Ja. Dat is ook belangrijk, hè? Dus studenten leren niet alleen van ons, maar van elkaar. En dus dat als je daar een internationale groep van mensen hebt, jonge mensen hebt, die kunnen elkaar ook heel erg stimuleren en uitdagen. En dat is ook iets wat wij heel erg belangrijk vinden. Ja, want er vindt dus ook veel interactie gedurende colleges of ja, opdrachten misschien tussen die groepen samen. Ja, en we hebben ook heel erg geïnvesteerd in community building. Ook juist bij die drie masters. Ja. Omdat je denkt, ja, een deel sluit online aan, die wil je niet verliezen. Nee. Je wil ze ook niet als tweederangs studenten behandelen. Ze zijn net zo belangrijk, sterker nog, je hebt ze nodig om die mooie International Classroom te kunnen realiseren. Dus we hebben ook allerlei leuke dingen bedacht, hoor. Online escape rooms waarbij ze met elkaar allerlei opdrachten moesten doen bijvoorbeeld. En we koppelen in het onderwijs ook bewust tussen on-campus studenten en de off-campus studenten aan elkaar bij opdrachten. Hè? Zodat je niet twee van elkaar gescheiden groepen krijgt. Dat is niet goed. Ja. En we hebben ook als universiteit serieus geïnvesteerd in technische ondersteuning om ervoor te zorgen dat mensen die in het leslokaal zitten en degenen die online aanwezig zijn, ook met elkaar kunnen interageren. Ik moet eerlijk zeggen dat we wat dat betreft
als je het vergelijkt met veel andere plaatsen op de wereld, dat we ook hele goede technische faciliteiten hebben, waardoor dat die interactie ook mogelijk is. Ja, dat klopt. Daar is heel erg in geïnvesteerd. En ook bijvoorbeeld in moderators die de docent weer helpen om zoiets te kunnen doen. Ja. Want je moet ook niet onderschatten hoeveel het van een docent vraagt. Ja. Want je geeft dus zowel aan de groep die voor jou zit les, als achter op je scherm heb je ook een hele groep. En je wil dat die met elkaar ook kunnen communiceren. En dat vergde ook veel van de collegezalen, absoluut, die daar niet altijd op toegerust waren. Ja. Maar nu wel. Ja. Absoluut. Ja. Ja, want merkten jullie verschillende struikelblokken in het ontwikkelen van deze master? Want je benoemde... Dat snap die ik heel goed. De technische faciliteiten was eigenlijk het struikelblok. Cruciaal. Dat ging eigenlijk in de eerste fase van de pilot, was dat een ingewikkelde. Want wat we toen zagen, waar niemand iets aan kon doen, maar dat zijn gewoon die kleine kinderziektes, was dat on-campus opleidingen, die gewoon hier plaatsvinden, in de best uitgeruste zalen waren geroosterd. Terwijl de hybride opleidingen in zalen waren geroosterd, waar eigenlijk nog geen goede technische faciliteiten waren. Dus ook roostering, technische faciliteiten, ondersteuning voor de docent die daar staat, als dat rond is, dan kun je vliegen. En daar komt vervolgens bij dat natuurlijk ook je toetsing geborgd moet zijn. Want al die studenten worden take-home getoetst, dus allemaal online. Ja. Dus dan moet je natuurlijk ook voor zorgen dat je diploma het stempel waard is en dat we met de examencommissie samen een goede toetsborging hebben. Ja. En we zijn natuurlijk nu al eventjes bezig met de online masters. Zou je nu kunnen zeggen dat het een geslaagde pilot is van, oh, hier willen we verder in doorontwikkelen? Misschien zelfs voor een andere masteropleiding binnen de faculteit. Hebben jullie daar al gedachten over? Ik ben er heel trots op. Ik ben heel trots op dat we dit hebben gedaan. Ik ben heel trots op de opleidingsdirecteuren die dit hebben aangedurfd ook. En op het docententeam. We hebben uiteraard geëvalueerd. En ook de studenten waren enthousiast. Ja. Natuurlijk niet iedereen, maar 2/3 van de studenten ongeveer in al die opleidingen was ontzettend enthousiast. Dus ja, ik ben er trots op. Ik denk dat het geslaagde pilots zijn. Ze hebben wel best veel kruim voor iedereen gekost in het begin. Ik wil wel ook een nuance maken. Dit soort onderwijs werkt vooral in masters. Dus waar studenten ook al een bepaald niveau hebben, al een community hebben, al vrienden en een netwerk hebben en zich ook al wat aan het oriënteren zijn op andere dingen. De arbeidsmarkt. In een bacheloropleiding, met name het eerste en het tweede jaar, vind ik dat je hier voorzichtig mee moet zijn. Omdat die studenten, die hebben toch echt wel een on-campus experience nodig. Ja. Ja, ik kan het me ook wel voorstellen. Ik weet van mijn zwager die zijn studie begon tijdens corona. En die miste echt, ik begon net zijn studentenleven. Dan heb je ook mensen nodig om samen mee te studeren. Dus ik kan het me goed voorstellen dat er ook echt een verschil zit tussen de doelgroep die er baat bij heeft. Ja. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Nou, echt super tof om zo dit gesprek ook met jullie aan te gaan. Misschien nog één vraag om het ook af te kunnen sluiten. Als jullie jullie visionaire blik naar de toekomst zouden kunnen kijken van Tilburg Law School en ook onderwijs in het algemeen. Is er nog een bepaalde verwachting die jullie misschien hebben van, oh, we gaan echt meer richting online, of er komt iets heel anders bij kijken waar de student ook behoefte aan heeft? Want dat gaven jullie ook aan. Het wordt echt vanuit die behoefte wordt er ook op geacteerd. Hebben jullie daar misschien één gedachte of... Ik kan er zeker één geven. Hè. Dus wat ik zie als evolutie is dat ook de werkgever mensen nodig heeft die specifieke kennis en skills hebben. En de vraag is of we met onze programma's, jaarprogramma's, waar je uiteraard wel wat keuze hebt en steeds meer, want de student vraagt dat, of we in die vaste straminen nog moeten blijven denken, of als we meer in de richting zouden moeten kunnen evolueren van wat men noemt micro-credentials, waarbij dat de student voor een stuk autonoom binnen bepaalde grenzen bepaalde opleidingsonderdelen kiest die passen in zijn of haar rugzakje in functie van zijn of haar visie op de arbeidsmarkt en de plaats waar dat hij in de arbeidsmarkt wil terechtkomen.
Dus ik denk dat daar een uitdaging ligt voor de toekomst om nog in die zin meer te flexibiliseren. En nog wat meer los te komen van onze eigen universitaire structuur en ideeën over hoe onderwijs er moet uitzien. Dat lijkt mij een van de dingen voor de komende jaren. Nou, ja. Ja, ik weet niet of jij nog iets eraan toe te voegen. Een uitdaging waar we allemaal voor staan als hele universiteit en maatschappij is AI in het onderwijs. Gebruikmaking van AI. Studenten doen dat ontzettend veel en daar kun je niet omheen. Daar moet je wegen voor vinden om daarmee om te gaan. Ja. Maar daar zijn ook allerlei pilots, draaien daar dan weer bij andere faculteiten. En dat is ook goed. Ja, nou super bedankt. Ik ben ontzettend ook benieuwd naar hoe TLS de opleidingen en ja, deze verschillende dingen verder gaat ontwikkelen. Hartelijk dank. En dan ben ik ook benieuwd wat ik de volgende afleveringen met de programmadirecteuren ga bespreken. Graag gedaan. Fijn, dankjewel.